Ramadan, Ramadan. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe Ramadan vlog. Het is vandaag donderdag. Vandaag is Tsmaan hier naast mij. Tsmaan? Ja. Hoe lang ken je mij nu al? Hoe lang ken ik? Dat is toch een logische antwoord, dus. Ja. Sinds je al geboren bent. Ja, dus mijn hele leven. Ja. Ken je mij al? Ja. Ik ken jou ook al, mijn hele leven, Tsmaan. Ja. Opgegroeid samen. Ja. Oké. Maar waarom weet jij niet wanneer mijn verjaardag is? Gozer, Allah, ik ben slecht met datums. Wallah, nee. Nou, mensen, kijk even naar dit stukje. Wat is er, Gozer? Geen schaamte dat je mijn broertje de PlayStation 4 hebt afgepakt. En hij is morgen jarig. Heb je een cadeautje gehad voor Hisham? Nee. Wist je dat hij morgen jarig was? Nee. Gewoon zo, ik weet nooit wie onder iemand die jarig is. Wat moet je van mij weten? Wanneer ben ik jarig? November of zo. Inshallah, ga je verliezen. Gewoon zo, ik speel live. Ja, go. Hier. Ik speel live. Go. Oh, je hebt geluk. Nee, maar wanneer van november? Ola, wanneer november? November toch? Ja, wanneer? Was 26 geloof ik. Heb ik gelijk? Niet eens in de buurt. 8 november. Waarom weet ik wel dat jij 1 juli dat jarig bent? Dat is standaard Marokkaanse datum hebben, omdat iemand jarig is. Is Soufiane jarig? Je weet niet eens in welke maand, hè? Augustus? Nee. 2 november! Jongen. Ach, Smil. Smil. Maakt niet uit. Maar nu weet ik het wel. Wie weet je het niet meer vergeten. Onthouden. 8 november. Ja. En 2 november. En 2 november. Alleen hier zo'n beetje kriet. 9 juli morgen! Oh ja. Ja! Mijn broertje is morgen jarig, mensen. En ik heb nog steeds geen cadeautjes gehad. We gaan het niet zeg maar morgen vieren, want morgen, ja, morgen zijn wij er allebei niet. Heb je al wat gehad? Nee, dus dat ga ik straks doen. Oh. Straks, is het toch koopavond? Ja, we straks gaan samen. Gaan we even kijken hoe en wat we precies gaan halen. En ja, voor de rest is het vandaag een beetje dingen regelen, een beetje dingen doen, links, rechts, bab, babs, bab, bab. Klaar, laten we dan maar gewoon beginnen. En ik zeg, vol. Hey. Ja. Wacht op mijn knippen. Mooie gaatjes, man. Vanaf nu heet jij meneer Gat in Broekman. Huh? Meneer Gat in Broekman. Even bij de barbershop, mensen. Je ziet het. Waar ga je? Hey, had ik. Huh? Weg. Trek Willy. Wat zeg je nou? Betalen om te filmen? Volgens mij ben je niet goed in je hoofd. Of copyright. Copyright? Volgens mij is die copy niet rijd. Nu in de gamma. Even een paar spulletjes checken hier zo. Hey. Even kijken. Want ik wil nog steeds mijn balkon pimpen. En er zijn nog steeds een paar spullen voor nodig. Ja, zo'n paraffertje voor nodig. Zo één. Nee joh, wat ga je met zo eentje doen, man? Als je een tuin hebt, oké, maar... Zo. 190 euro. Voor deze? Dat is een koopje. 190 euro. Dat is goedkoop. Opa dat zag? Dit is een goeie. Ga erop staan. Ga erop staan, Smil. Smil, ga erop staan. Smil, ga erop staan. Allah, roekeloos. Deze. صحباتي عايزين عطول رمضان ده حياتي رمضان ده
Net dus even aankopen gedaan bij de Gamma. Nu zijn we weer hier zo. Voor onze moskee gebed. Ja, is voor onze imam. Moet je lief geven. Gebed. Heel belangrijk. Slaat toch geen Romein en no. Let's go. De kapper wordt geknipt. Zieke man de barber is eruit. Zieke man is dat, hè? Echt een zieke man is dat. Zieke man, dan. Zieke man, zieke man. Oei, 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 deze zieke man. Oei, 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 heeft hij zijn gaatje bij jou gemaakt daar. Oei, oei, oei. Dat is een nieuwe mode, bro. Mensen, ik ben helemaal gesloopt. Ik heb zoveel gedaan vandaag. Ik was in de ochtend ook nog helemaal naar Utrecht gegaan en terug naar het ziekenhuis en zo, dat soort dingen. Chaos, man. Aziz. Hoe gaat het, jongen? Ik zie, je loopt ook op je laatste druppels. Hij is de huursmijn. Wil je daar wonen? Nee. Wat ga je hier wonen? Even serieus, kijk hier. Hier. Crack spot. Hier moet je wonen als je student bent en bieries drinkt. Anders moet je hier niet wonen. Oh, hij is kapot, bro. We gaan nu even naar de stad toe. Even een paar dingen halen. Even een paar cadeautjes en zo ook voor mijn broertje halen. Ik ga waarschijnlijk een Barcelona trainingspak voor hem halen. En nog een paar dingen bij de Intertoys. Maar weet je wat is met die jongen? Ik heb hem PlayStation 4 gegeven. Ik heb hem Nintendo 3DS XL gegeven. Hij speelt er even mee en hij gooit het weer weg. Dat is het. Je kan wel een Nerf pistool halen. Hij speelt er mee, hij gooit weer weg. Dat is het probleem van deze jongen. Als hij nou... Ja, over mijn broertje. Als hij nou daar constant mee speelde, zoals wij dat deden vroeger met hem. Ja. Wij kregen een Game Boy en wij speelden daar 10 jaar mee. Nu nog steeds af en toe. Dan oké, dan had ik voor hem nieuwe spellen gehad, nieuwe dinges. Maar ja, je koopt het en hij doet er niks mee. Dan is zonde van jouw geld. Kun je dus goed andere dingen mee halen. Dus we gaan even kijken wat het beste is om te halen. Ik heb... Kijk wat jij doet, kijk. Maar is toch niet normaal, man. Zit er wat in? Het is een lege doos. Alsnog, is toch niet van jou. Een lege doos, daar moet je toch niet aanraken. Jouw schoppen. Kijk, mensen. Heleboel spullen hier zo gehaald. Maar we zijn nog niet klaar. Deze, jullie. Jullie komen binnenkort aan de beurt. Unity en Syndicate, ik vergeet jullie niet. Het is voor mij halen. Wat hebben we me schunt? Kijk niet. Pokémon. Wat is het voor een Pokémon? Dat zijn de nieuwe Pokémon's, gozer. Wij lopen achter. Pokémon. Wij lopen achter, goos. Dit is de nieuwe, maar deze blijft altijd legendary. Gewoon Mewtwo. Gewoon Mewtwo kan niemand aan tippen. Zit je altijd goed mee. En dan zo'n speciale box met nog meer kaarten erin. Hij is de sterkste, klaar. Maar niet Mewtwo, Mewtwo X is de sterkste. Ga jij cadeautjes halen voor je neefjes? Maar hij is morgen jarig. Haal dan. Hè? Huh? Ja, wat? Daar hadden we vandaag ook problemen mee. Jongen. Nou, laatste station, schoenen halen. Heeft je interesse in een kleine petje? Nee. Show man, Joe. Ik heb vandaag de hele dag dingen gehaald voor andere mensen. Je ziet het. Goede dingen worden beloond. Wat is dat? Wat heb je daar? Een shirtje voor jou. Voor jou. Voor leven. Kom aan. Nu gelijk. Ik draag hem morgen. Capo. Capo. Wat is dat voor merk? Capo. Waar kunnen die halen? CapoDesign.com. CapoDesign.com. Ik heb de kleuren. Je kan de link checken in de beschrijving. Is dat een beginnende merk? Ja, het is een heel beginnende merk. Ik heb er heel veel artiesten gestuurd naar Boef. Naar Nola? De Rambo. Dat ding. Ja, ik geloof het. Thanks. Vol. Morgen ga ik hem aandoen. Stel online naar mensen. Wat ben ik kapot, zeg. Jongen. Nog een paar boodschappen hier. Ik ben gesloopt, mensen. Morgen gaat ook een drukke dag worden. Maar goed, het is bijna tijd. Over een uurtje mogen we alweer eten. Dus eet smakelijk allemaal. Het is de volgende dag, mensen. En ik weet het, is een beetje elke keer wanneer het avond is, wanneer het iftar tijd is, dan zie je gelijk, eerst volgende shot is de volgende dag. Hoe komt dat nou? Ik zeg het je heel eerlijk. Je gaat eten, je ploft neer,
helemaal moe van de hele dag wat je hebt gedaan. Je gaat nog naar de moskee toe, helemaal moe. Je komt daar, je valt bijna in slaap tijdens het bidden, gewoon zo moe ben je. En daarna weer richting huis, weet je. Dus er valt niet zoveel om te filmen. We hebben niet meer die planning van vroeger, dat we ergens buiten bij een parkeerplaats staan de hele tijd, weet je. Het was in ieder geval een productieve dag, heel veel dingen. Ik heb de hele dag lopen winkelen. Niet normaal, ik ben helemaal kapot geworden van... Ik heb nog nooit dat ik kapot ben geworden van het winkelen. Ik hoop dat je hebt genoten van deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw! Ramadan!